En dan tot slot de laatste vraag van de proefwerk. Opgave 7. Die bestaat uit drie verschillende vragen. We hebben gekregen een parabool. En van die parabool weten we drie punten. Namelijk A. Hier ligt bij min 2, min 4. Nou, B. Dat klopt niet. Dat moet min 1, min 5 zijn. Dat ligt hier. En tot slot hebben we het punt C is 2,4. De vergelijking van die parabool die kunnen we opschrijven op twee manieren. De vorm die bekend is, dat is deze manier. Dat is deze manier. A keer x in kwadraat plus bx plus c. Maar er is ook een andere manier. X is a x min b in kwadraat plus q. En wat je inderdaad hier ziet is dat je twee andere letters hebt. Je hebt nu een p en je hebt een q. De a die is nog steeds hetzelfde. De reden dat we ook de formule in deze vorm krijgen is omdat het een hele handige manier is om een formule op te stellen bij een parabool, als we van die parabool een aantal punten weten, van in dit geval de top en eventueel het punt A of het punt C. Want met behulp van deze formule kunnen we dan uiteindelijk de formule opzetten in deze vorm. Nou, om dat te doen wordt eerst gevraagd naar de waarde van P en Q. En het is gewoon kennis om te weten dat de p gelijk is aan de x bij de top. P is de x bij de top. En q is de y-waarde bij de top. Dus dat kunnen we invullen. Dus in dit geval is p, die is bij deze dit punt, dat is mijn x-waarde. Nou, die is min 1. Dus we zeggen p is min 1. En q is min 5. En daarmee hebben we de eerste punten, of zelfs de eerste twee punten binnen van deze vraag, door dit te antwoorden. Bij vraag 2 moeten we aantonen dat a een bepaalde waarde heeft. Nou, hier zit ook een fout in het proefwerk. We moeten aantonen dat a gelijk is aan 1. Nou, hoe gaan we dat doen? We gaan deze formule zoveel mogelijk invullen. Nou, laten we eerst beginnen door hem even op te schrijven en dat we dan die p invullen. Want we weten die p die is min 1. En we weten dat onze q min 5 is. Dus dit is min 5. En verder moeten we nog een y weten en een x. Nou, als we die y en x willen, kunnen we gewoon een punt pakken waarvan we weten dat daar die lijn in ieder geval doorheen gaat. Nou, we kunnen dit punt pakken en we kunnen dat punt pakken. Want daar gaat die lijn immers doorheen. Nou, laten we kiezen om dit punt te pakken. Dat punt is C en dat is bij 2,4. Dus ik mag dan voor dat punt een 2 invullen voor mijn x en een 4 invullen voor mijn y. En dat is wat ik doe. En nu ik deze hele som heb, kan ik a gaan uitrekenen. Omdat a nu de enige onbekende is in deze hele reeks. Let er trouwens op dat ik die min 1 en die min 5, terwijl die p en de q, heb ingevuld met haakjes omheen. De reden dat ik dat doe, is dat ik dan goed kan zien hoeveel minnen ik heb en hoeveel plussen en minnen ik hier heb. Zodat ik nu heel netjes de som kan versimpelen en dat ik zeker weet dat mijn minnetjes en plusjes goed zijn. Dus ik krijg nu de som 4 is a keer 2, nou min en min wordt plus, dus plus 1 in het kwadraat. En plus en min wordt min, min 5. Dit kan ik verder versimpelen. Ik ga die min 5 ga ik naar links halen. Dat doe ik door er 5 bij op te tellen. Ik krijg hier dan 9 is, en ik hou alleen dit stukje over, a, nou 2 plus 1. Dat wordt 3 in het kwadraat. Dit
kan ik uitwerken. 3 in het kwadraat is 3 keer 3, dat is 9. Dus ik krijg 9 is a keer 9. Links en rechts deel ik door 9 en ik krijg als antwoord a is 1. En ik heb nu aangetoond met een berekening, met deze berekening, dat mijn a inderdaad 1 moet zijn. Ik heb aangetoond dat die 1 is. Nu hebben we, heel fijn, met behulp van deze vorm, een goede formule kunnen vinden. Namelijk, een formule waarbij alle constanten a, b en q bekend zijn. En dat alleen onze y en onze x onbekend is. Ik mag nu in mijn schrijven, nadat ik klaar ben met rekenen, dat ik de volgende formule heb. Kx is gelijk aan 1, dat is die a, x min p. In dit geval is min p, p is zelf min 1, dus het wordt plus 1 in het kwadraat min 5. Dat is nu de formule in deze vorm. Echter willen ze niet hebben dat het in deze vorm staat, maar in deze vorm staat. Ax kwadraat plus bx plus c. Dus we moeten deze gaan herschrijven. Dat wordt gevraagd bij c. Nou, dat gaan we dan doen. Kx wordt gelijk aan 1 keer. Ik ga dit stukje even uitschrijven, zodat ik daarna heel netjes kan rekenen. X plus 1 kwadraat wordt hetzelfde als x plus 1 keer x plus 1. En aan het einde moeten we niet vergeten die min 5. Nu kan ik met de papegaaienbekmethode de boel gaan uitwerken, die haakjes helemaal wegwerken. Ik krijg dan kx is gelijk aan 1. En dan ga ik dit geheel even tussen grote haak zetten. Nou, ik heb x keer x. Dat is x kwadraat. Ik heb x keer 1. Oh, x keer 1. Dat is plus x. Ik heb hieronder nog een keertje 1 keer x. Weer een x. En ik heb slot 1 keer 1 wordt plus 1. En dit alles vermenigvuldigd met a, wat in dit geval is. En aan het einde nog die min 5. Nou, 1 keer dit alles is gewoon dit alles. Dus ik kan opschrijven dat mijn formule gelijk is aan kx is gelijk aan x in het kwadraat plus deze twee samen 2x. Die 1 en die min 5 samen, min 4. En we hebben het eindantwoord. En daarmee zijn we ook klaar voor dit proefwerk. Mocht je bij het leren voor het proefwerk nog vragen hebben, stel die dan vooral op Facebook. Ik zal op donderdagavond nog even kijken of er vragen staan. En als er zijn, die dan ook nog beantwoorden. Succes met leren!